Daily Middels 1495 met een uitzending voor vandaag, 12 december 2018. Dit is de bulletin van woensdag. Vandaag testen met weer een andere studiomicrofoon. Deze ziet er niet zo interessant uit als de vorige keer. Ik heb deze microfoon een paar keer in het begin van mijn podcastcarrière gebruikt. De reacties toen op de geluidskwaliteit waren niet zo heel goed. Ik was het daar toen wel mee eens, maar gek genoeg vond ik hem bij een test zo pas eigenlijk best wel heel goed klinken. Grappig is, je kunt bij deze microfoon door de roostertjes heen kijken en dan zie je het membraan dat behoorlijk groot is zitten. Een condensatormicrofoon dus. Als het lukt is er op het eind wat data. Ik denk dat dat wel lukt, maar ik doe het nog een beetje rustig aan. Gisteren verviel de uitzending. Ik had het gisteren met werk gewoon te druk. Ik ben om 7 uur gisteren in slaap gevallen en ik heb tot het eind van de avond geslapen. Nou, tot zover de huiselijke mededelingen. De VLAN had in juli op haar website een artikel staan waarbij een amateur onterecht werd beschuldigd van het veroorzaken van storing op het wifi-netwerk van de buren. Ik werd er onlangs nog door iemand op geattendeerd. Overigens loste hier de kabelexploitant de kwestie uiteindelijk heel mooi op. Ik heb zelf een voorbeeld uit mijn eigen verleden waarbij de uitwerking heel wat minder florissant verliep, hoewel na een aantal jaren verliep het toch wel goed af. Begin jaren 80 woonde, ik kan ook half of eind jaren 70 geweest zijn. Ik woonde in een flat gewoon met een stuk of 5 zendamateurs in hetzelfde gebouw. Onder wie mijn beste vriend, toen PD0EDG, helaas leeft hij niet meer. Het was de tijd van de GAI, de voorloper van de KAI. De G stond voor gemeenschappelijk in plaats van centraal. Een aantal bewoners samen of onder de paraplu van een woningbouwvereniging. Vaak waren dat een aantal gebouwen die deelden dan één ontvangstantenne. Het waren hier 6 flats en een aantal laagbouwwoningen. Die flats dat waren flinke complexen, ik woonde dus in één daarvan. 3x3 geplaatst met 700 meter tussen de 2 groepjes van elk 3 flats. De GAI stond op het op 1 na vers van mij verwijderde flatgebouw. In die flat zaten verder geen zendamateurs. Bizar toeval was dat een vriend van mij sinds kort bij het bedrijf werkte dat het onderhoud over de kabelinstallatie deed, de firma X zal ik maar zeggen. Een supergroot bedrijf was het niet. Zijn collega met wie hij direct samenwerkte was tevens een van de slechts 2 techneuten in het antennebedrijf in deze regio. De man werd een jaar of 5 na dit voorval overigens zelf zendamateur, maar dat is een ander verhaal. Die vriend van mij was destijds geen zendamateur, tegenwoordig wel, maar hij wist in die tijd ook al veel van de materie. Ooit hadden we samen in onze schooltijd het plan om met een tv-piraat te beginnen op kanaal 2 met de videorecorder van het werk van zijn vader. Er kwam nooit wat van terecht overigens. Enfin, die kennis van mij, Kees, vertelde dat zijn collega bij storingen in de betreffende wijk, die vooral plaatsvonden in de flat waar de antenne stond, vrij standaard aan de mensen vertelde dat zijn bedrijf daar niets aan kon doen. In de flat waar ik ook woonde, daar zat een hele kluit centamateurs, zo zei hij, waar de radiocontroledienst maar niet tegen wilde optreden. Vervolgens vertelde hij dat zijn bedrijf een klacht bij de RCD tegen ons aan het voorbereiden was vanwege de door ons veroorzaakte storing. Met de GAI was volgens hem niets mis. Nou, ik kon zo wel vertellen dat de tv-ontvangst bij ons gebukt ging over een soort los contact in de ontvangst die regelmatig optrad. Ik was in die tijd heel actief, dus ik zag die klacht al voor me. Ik kon best eens een tijdelijk zendverbod opgelegd krijgen totdat de klacht behandeld was. En wie weet hoe lang dat dan kon duren. En dus diende ik zelf een klacht in tegen het bedrijf. Mij is ter oren gekomen dat bedrijf zo en zo en dat verhaal over mij en de amateurs in mijn flat rondbazuint. Volgens mij is er in elk geval iets mis met het kabelnetwerk zelf. Vervolgens hoorde ik van Kees dat zijn collega furieus was geweest toen hij bij de indiening van zijn klacht erachter kwam dat die klacht niet ontvankelijk werd verklaard omdat ik hem net dus voor was geweest met mijn klacht. Hij wist niet dat ik een insider in het bedrijf kende. Het gevolg was dus dat niet onze installatie gekeurd werd, maar dat het GAI-net door RCD uitgebreid werd doorgelicht. En wat bleek? Achterstallig onderhoud, verouderde apparatuur, ontwerpfouten, verkeerde impedantie, coax gebruikt op trajecten en de hinderlijke flitsen waar veel mensen last van hadden, die werden veroorzaakt door een breuk in een kabel onder een drukke verbindingsweg in de wijk. Als daar een bus of een vrachtwagen overreed, dan flitste het dus op alle televisies in de wijk. De firma die werd vervolgens verordoneerd om de hele zaak binnen 3 weken op te lossen, waarop de betreffende werknemer in de krant verzuchtte dat het een hele aderlating voor het bedrijf was om de 40.000 gulden die alleen al het oplossen van de breuk onder de verbindingsweg zou gaan kosten op te hoesten. De pers die zat er inmiddels ook op, doordat de vader van PD0EDG een van de hoofdredacteuren van de plaatselijke krant was. De RCD was daar weer boos over.
en wilde de zaak niet doorzetten. Maar ik was de indiener van de klacht. EDG was weliswaar op de hoogte, maar ik was er juist tegen geweest dat hij zijn vader hiervoor zou inzetten. SCD vond vervolgens dat mij niets te verwijten viel en dus werd de klacht toch doorgezet. Het was januari en het was een strenge winter. En in de pers zei de plaatselijke man van de GAI dat de kabelbreuk zou worden opgelost zodra de vorst uit de grond was. Bob, Peter EDG, die had zijn handen toen ook van de krantenpublicaties afgetrokken omdat hij redelijk geschrokken was van de reactie van de RCD daarover. Regelmatig ging de krant op de lokale pagina's echter toch nog op de kwestie in. In augustus van dat jaar, toen er een hittegolf was, toen stond er bijvoorbeeld een artikel met een grote foto van de antenneopstelling in de krant onder de titel "Volgens de firma X is de vorst nog steeds niet uit de grond." Dit omdat de klachten over de flitsen op de televisie nog altijd bleven aanhouden. Het is allemaal lang geleden. Ik heb de man van de kabel, toen hij 5 jaar later zelf zendamateur was geworden, meerdere keren gesproken. En niet alleen was de vorst toen uit de grond, ook de kou die was allang uit de lucht. Deel 7 van de serie over spionageverhalen. We hebben het over Christiaan Lindemans, ook bekend als King Kong, de schietgrage risicozoeker die in de oorlog een belangrijke rol in het verzet speelt als in februari 1944 niet lang na elkaar zijn jongere broer Henk gearresteerd wordt en zijn vrouw 3 maanden zwanger, beide voor de activiteiten in het verzet. Lindemans had op dat moment een gesprek bij het verzet in Bordeaux. Zwangere echtgenote Gilbert Letube werd gevangen genomen en 11 uur lang verhoord. Ze werd daarbij zo hard in haar gezicht geslagen dat ze van haar stoel viel, maar ze bleef haar kaken stijf op elkaar houden. Vervolgens werd ze meegenomen naar de Prenet-gevangenis ten zuiden van Parijs, waar ze werd opgesloten, aan handen en voeten vastgebonden, waarbij ze 4 dagen lang geen eten of drinken kreeg. Ze werd daarbij 24 keer op gewelddadige wijze verhoord, waarbij ze elke keer in haar gezicht geslagen werd. Omdat ze niet meer weigerde om te spreken, werd ze vervolgens 6 maanden lang alleen in een cel opgesloten. Terwijl het offensief naar Parijs begin augustus 1944 in volle gang was, werd ze als laatste vrouw ingeschreven bij het nog door de Duitsers gecontroleerde Fort de Romainville, de laatste stop voordat iemand gedeporteerd werd. Net als andere gevangenen waarvan beschouwd werd dat hun conditie zodanig was dat ze niet op transport konden worden gesteld, werd ze terwijl ze in feite al onderweg was naar Duitsland op 17 augustus alsnog naar een hospitaal gebracht, waar ze 8 dagen later een dochter ter wereld bracht. De vrijlating van Letube op 17 augustus kan bevolen zijn door kolonel van de Duitse afweer Oscar Reile, die zelf vanwege de naderende geallieerden op 18 augustus uit Parijs vertrok. Haar getuigenis over deze periode werd later opgetekend door de geallieerde informatiedienst en werd gebruikt tijdens de Nürnberger processen. Lindemans deed pogingen om de gevangen relaties vrij te krijgen. In maart 1944 lukte het hem om in contact te komen met de leiding van de Duitse abwehr in Brussel om uit te leggen dat hij de 10.000 gulden die de Duitsers na tussenkomst van een onderhandelaar voor vrijlating van zijn broer wilden hebben, niet kon betalen. Lindemans had daarop op verzoek van de Duitsers in een villa buiten Brussel een ontmoeting met dokter Gerhard, echternaam Herman Giskes, die voor de Duitsers succesvol was geweest met de operatie Noordpool. Hij zegde toe aan Giskes dat hij dubbelagent zou worden op voorwaarde dat zijn broer en echtgenote zouden worden vrijgelaten. Giskes claimde dat hij aan zijn belofte had voldaan. Dat gold echter dus alleen de broer Henk Lindemans. Die werd volgens afspraak vrijgelaten en vertrok vervolgens om als vrijwilliger voor de Duitsers te gaan werken, omdat hij daar kennissen had. Hierop werd Lindemans geïnstrueerd om de contacten met zijn verzetsvrienden te hernieuwen en de informatie hierover uit Nederland, Frankrijk en België aan majoor Herman Giskes toe te sturen. Als beloning hiervoor ontving hij grote sommen geld. Hij werd daarbij nauwkeurig in de gaten gehouden door een agent van de abwehr. De ontboezemingen van Lindemans hadden vervolgens een soort domino-effect in het verzet. Door zijn bekendmakingen werden er in totaal 267 Nederlandse en Belgische verzetstrijders opgerold. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.